de beroemdste Delftenaar, Willem van Oranje, ja. Willem de Zwijger. En die woonde hier in het Prins, wat nu Museum Prinsenhof Delft is. En daar is hij helaas ook doodgeschoten door Balthasar Gerard. Dat kennen we allemaal wel uit de geschiedenisboeken. Ja, het museum is naast het museum ook locatie voor evenementen en congressen. En ja, prachtig natuurlijk, zeker als je zomers ook de tuin erbij kunt inzetten. De buitenkant is al veelbelovend. Dus ik denk van ja, dat maakt wel eigenlijk heel nieuwsgierig, hè? Nou, je stapt hier echt een stukje Nederlandse, vaderlandse geschiedenis in. Dus dat maakt het zeker heel bijzonder. Maar de zalen zijn prachtig en modern. Dus die dynamiek maakt het ook weer bijzonder. Vastig is gebleven mijn hert in tegenspoed. Ik denk dat hij die selectie zo was. Ja.